Welkom in deze infosessie over de studie Toegepaste Economische Wetenschap, optie handelsingenieur en de bedrijfsinformatica aan de campus CULA Kortrijk. Eerste inlichting, de precisering optie heeft enkel een juridische betekenis. Wat wij aanbieden en deze opleiding is perfect vergelijkbaar met de opleidingen handelsingenieur of handelsingenieur en de beleidsinformatica zoals die in Leuven worden aangeboden. Die precisering dat het gaat om een optie is om juridische decretale redenen. De inhoud van de opleiding en het diploma die ermee verwerft is perfect hetzelfde als in Leuven. Waarom zou je kiezen voor handelsingenieur of handelsingenieur in de beleidsinformatica? De belangrijkste reden is dat je het je interesseert. En om wat specifiek toe te spitsen op handelsingenieur, vergeleken bijvoorbeeld met handelswetenschap of TW. Handelsingenieur is een brugfiguur tussen de bedrijfsvoering en de technologie. Het is in feite, zoals de naam het suggereert, een brugfunctie tussen ingenieurs en de bedrijfseconomen. Voorkennis, wat ik daar moet benadrukken, is dat je een stevige vooropleiding wiskunde moet achter de rug hebben en nog graag wiskunde wil doen. Wat de andere opleidingsonderdelen betreft, daar is geen voorkennis vereist. Er wordt wel verwacht dat je in het middelbaar een opleiding Frans en Engels hebt genoten. Handelsingenieurs in de beleidsinformatica, zoals de naam het suggereert, is het bedrijfsleven gesitueerd in de digitale wereld de biotoop voor handelsingenieurs in de beleidsinformatica. Dus je wordt vooral aangetrokken om je aanbreng bij het bedrijf voor het oplossen van ICT-probleem, voor het uitdenken van een ICT-architectuur. De vooropleiding voor handelsingenieur en de beleidsinformatica verschilt niet van deze voor handelsingenieur toekoer. Het is een zeer uitdagende opleiding waarbij je moet interesse hebben en bereid bent te werken in het domein van natuurwetenschappen en technologie en ICT. Je moet een stevige opleiding wiskunde hebben gehad. En omdat het een sterk analytische opleiding is, waar je problemen niet alleen moet, waar je zaken niet alleen moet beschrijven, maar moet proberen te verklaren. Het is interdisciplinair, het is praktijkgericht. En er wordt van jou verwacht dat je niet op korte termijn zaken uitvoert, maar dat je op lange termijn zaken uitdenkt, dat je optimaliseert. Dat zal hoogstwaarschijnlijk in een internationale context gebeuren. En de kansen dat je snel in vele opzichten goede job vindt, die kansen zijn erg groot. Vandaar dat het belangrijk is van eens te kijken hoe je al die mooie zaken kunt realiseren. En daarvoor moet je een studieloopbaan doorlopen. En we kijken daarnaar eerst naar studieloopbaan handelsingenieur. Handelsingenieur in beleidsinformatica zal niet zo geweldig veel verschillen. Dus wat we kunnen zeggen over de bacheloropleiding handelsingenieur. Je kan de bacheloropleiding, die bestaat uit 180 studiepunten, uit in principe 3 jaren studie. De 3 jaren bachelor kan je doen in Leuven, Brussel, maar ook in Kortrijk.
In Brussel bestaat er dan de mogelijkheid om diezelfde bacheloropleiding in het Engels door te maken. We kijken nu naar, dus dat is de bachelor in het algemeen, nu even binnenkijken in het programma van die opleiding. Dus het is een opleiding handelsingenieur. Vandaar dat management van bedrijfsdomein, wat je daar in het paars aangeduid ziet, dat het management van bedrijfsdomein een soort kern vormt van die opleiding. Maar die kern wordt omgeven door wat voor TW eerder de menswetenschappen waren als complement, worden hier de wiskunde en de natuurwetenschappen, technologie. Dus je krijgt een stevige dosis kwantitatieve vaardigheden, inclusief ICT-vaardigheden en informatiemanagement. Dus de nadruk ligt meer dan in TW of handelswetenschappen op technologie, inclusief ICT. Daarnaast heb je ook menswetenschappen, het belangrijkste element daarvan is economische analyse, zodanig dat wat je leert over bedrijfseconomie kan ingebed worden in een bredere visie op de economie en op de maatschappij. En zoals reeds, misschien nog niet, maar nu vermeld ik het, je hebt ook Frans en Engels, toegepast Frans, toegepast Engels, waar de nadruk meer ligt op woordenschat dan op grammatica en waar je geacht wordt te spreken, te schrijven, te presenteren in de taal. Dus het is een actieve manier om die taalkennis te verwerven. Kijken we naar de verdeling tussen plichtvakken, dat zijn vakken die iedereen in die opleiding volgt, en de keuzeruimte, dan stellen we vast dat in de bacheloropleiding het overgrote deel van de studiepunten verworven wordt door plichtvakken te volgen. En daarnaast heb je een keuzeruimte van 24 studiepunten op de 180 studiepunten. En die keuzeruimte die vul je in niet door één afzonderlijk keuzevak te nemen, maar door een koppel keuzevakken te nemen. In een major 1, dat zou dan kunnen zijn accountancy en financiering of ondernemerschap en financiering. In een major 2 kan je terugputten uit die eerste major, maar ook keuzevakken opnemen in het domein van de rechten of een extra taal. Of u voorbereiden op een carrière in het onderwijs. Maar wat ik met betrekking tot handelsingenieur in Kortrijk vooral moet benadrukken is dat die major 1, dat je 12 studiepunten kunt besteden aan het volgen van een ervaringstraject. Een ervaringstraject waarmee je reeds in de academische bachelor, en dat is uniek in Vlaanderen, dat je reeds op bachelorniveau in een academische opleiding een ervaringstraject kan doormaken. En dat ervaringstraject dat bestaat voornamelijk uit een stage van 1 maand opgedeeld in 4 niet elkaar opvolgende weken, waar je niet meeloopt met iemand van het bedrijf, maar waar je een probleem dat zich stelt voor het bedrijf, dat je probeert mee te denken hoe dat probleem kan worden opgelost. Dus je voert een project uit, dat kan bijvoorbeeld zijn, ik verwijs naar wat reeds gebeurde. Onder de vele voorbeelden denk ik op een project waarbij het mobiliteitsprobleem van het bedrijf werd aangepakt. Een ander project was over een verloning. Systeem waar meer rekening zou gehouden worden met de performantie van de werknemers. Dus je wordt in contact gebracht
op systematische wijze met een bedrijfspraktijk in één bedrijf. Daarnaast zijn er ook workshops, is er een buitenlandse reis waarbij je ook met andere bedrijven in contact komt. Een idee van de bedrijven waarmee de faculteit stagecontracten heeft afgesloten, zie je hier, dat is een steekproef, dat zijn maar een deel van de bedrijven waar wij studenten kunnen naar uitzenden, die studenten willen ontvangen. Ik wil er wel twee in de verf zetten, omdat het gaat om ziekenhuizen die de laatste tijd geweldig in de actualiteit staan, waar handelsingenieurs wellicht kunnen nuttig zijn om bijvoorbeeld het ziekenhuis op te splitsen in twee ziekenhuizen, het ziekenhuis voor de COVID-patiënten en het ziekenhuis voor de andere patiënten. Dus wij hebben ook studenten die in de non-profit hun ervaringstraject doormaken, dan meer in het algemeen, is handelsingenieur en beleidsinformatica kunnen zeer goed terechtkomen in andere instellingen dan op winstgerichte bedrijven. De handelsingenieur in beleidsinformatica, wat ik daarover vooral moet benadrukken, dat we tot nu toe in Kortrijk die opleiding enkel kunnen aanbieden in eerste en tweede bachelor. Voorlopig moet de derde bachelor van deze opleiding nog gevolgd worden in Leuven en niet in Kortrijk en Leuven, omdat wij de mogelijkheid niet hebben om dat binnen de constraints die we nu hebben, dit aan te bieden. De opleiding van handelsingenieur in de beleidsinformatica vergeleken met handelsingenieur toekomst bestaat er natuurlijk in dat ICT-vaardigheden en informatiemanagement een hoger gewicht krijgen. En wat het dus ook moet herhaald worden hier, is dat voor de studenten die beginnen met die in de richting handelsingenieur en beleidsinformatica zitten, dat die voorlopig toch dat ervaringstraject niet kunnen opnemen. Weer die onderverdeling tussen plichtvakken en keuzevakken. Bij handelsingenieur en de beleidsinformatica is er wat minder keuzeruimte. Heb je dus een keuzemajor van 12 studiepunten, geen twee keuzemajoren van 12 studiepunten, heb je wel een vrije keuze van 6 studiepunten. Dus de keuzevrijheid is wat ringer voor handelsingenieur en beleidsinformatica dan voor handelsingenieur toekomst. Wat die belet, als je die keuzemajor bekijkt, dat er toch wel nog heel wat een handschama is waarbinnen kan worden gekozen. En dan volgt de masteropleiding. En die masteropleiding die voor handelsingenieur is, dat in Leuven, dat is, moet ik benadrukken, dat gaat om 2 jaar in Leuven, 120 studiepunten. Dus de opleiding handelsingenieur beslaat 5 jaar, in tegenstelling met DW, dat in principe in 4 jaar kan worden afgewerkt. Dus de normale voortzetting van de studie is master in de handelsingenieur, maar er is ook mogelijkheid om uit te wijken naar andere masteropleiding binnen FEB, soms met een voorbereidingsprogramma, maar in veel gevallen kan je moeiteloos naar een opleiding binnen FEB, bijvoorbeeld de master in economische wetenschappen of master of economics, die kan probleemloos gevolgd worden nadat je een bachelor handelsingenieur achter de rug hebt. Dan kijken we hier naar wat de master betreft, naar de onderverdeling plichtvakken en keuzemogelijkheden. Dus de plichtvakken
beslaan een iets meer dan een derde van de totale opleiding. Dat wil zeggen dat je in de master wel meer keuzemogelijkheden hebt. En die keuzemogelijkheid die ga je voor 24 studiepunten besteden aan een zogenaamde major die je kan kiezen. Ik pik er een paar uit, dus risk en finance, productie en logistiek. En daarnaast heb je een minor in te vullen met keuzevakken die ik straks zal doen op de volgende slide. Maar ik wil nu al wijzen op de masterproof. De masterproof die dus 1/5 van de studiepunten beslaat en waar je actief aan het werk moet om je opleiding die je tot dan toe hebt gehad toe te passen op concrete problemen waar je onderzoeksvaardigheden worden gebruikt en worden vervolmaakt. Zoals gezegd, je kan dan naar de masteropleiding gaan, naar bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica. De normale voortzetting is die master zelf, maar je kan ook andere masteropleidingen volgen met een voorbereidingsprogramma. Excuseer. En dan kijken we naar de onderverdeling tussen plichtvakken en keuzemogelijkheid. En hier zijn de plichtvakken ook 1/3 van de totale studiepunten. En heb je in plaats van een major heb je een informatica luik, dus waar je je keuzeruimte moet gebruiken om binnen de informatica opleidingsonderdelen te kiezen, heb je ook een masterproof en kan je dan gaan 24 studiepunten gaan kiezen binnen een zogenaamde reeks verdiepingsopleidingsonderdelen die we hier zien verschijnen. En dat is dus verbreding, verdieping, maar terug met een zeer sterke ICT-inslag. Dus master handelsingenieur in de beleidsinformatica vergeleken met master handelsingenieur de Hoer, is dat de keuzeruimte in beleidsinformatica wat meer is ingeperkt. En dan heb je je diploma handelsingenieur en ga je naar de arbeidsmarkt. De perspectieven zijn daar zeer gunstig. Een handelsingenieur betekent een meerwaarde in elke organisatie. Dus niet alleen in een bedrijf, maar ook zoals Rietse zegt, in een niet-profit instelling zoals een ziekenhuis of zoals een cultureel centrum. Dus je hebt een brede waaier van beroepsmogelijkheden. Je stapt daarin op een relatief hoog niveau. Je hebt een verantwoordelijke en leidinggevende functie in verschillende sectoren. En zeer veel van de mensen die afgestudeerd zijn als ingenieur komen terecht. De relatieve meerderheid komt terecht in multinationale onderneming. Handelsingenieur in de beleidsinformatica, daar is de afzetmogelijkheid ook zeer groot, maar wel specifieker. Dus en met de voortschrijding van de digitalisering van het bedrijfsleven en van het leven te koer, zijn er dus een hele reeks profielen die zullen ingevuld worden of kunnen ingevuld worden door handelsingenieurs en de beleidsinformatica. Een zeer interessante opleiding met zeer interessante jobperspectieven. Het is belangrijk dat die opleiding met vrucht wordt afgelegd en daarom is er ook een consequente, intense studiebegeleiding. Voor eerst even herhalen dat voorkennis van economie
en van accountancy niet vereist wordt dat wij wat het taalonderwijs betreft voortbouwen op het gemiddeld niveau dat je behaalt in de humaniora. Wat betreft de wiskunde is het nieuws minder vrolijk. Je moet wel zorgen dat je wat betreft je wiskundige vaardigheden op een vrij hoog niveau staat om deze studies met succes aan te vatten. Andere basisvereisten dan deze die te maken hebben met specifieke opleidingsonderdelen, dat is dat je inzet en je studiehouding, die zijn van cruciaal belang. Dus als je iemand bent die er echt voor gaat, die genoeg werkt, die efficiënt werkt, die de juiste studiehouding aanneemt, dan is de kans op succes veel groter. Je moet ook, en dat is een beetje paradoxaal om dat hier zo te stellen, je moet uit je kot komen. Er zijn veel mogelijkheden om gegolpen te worden bij je studie, maar je moet dat zelf vragen. Uit je kot komen, dat wil zeggen dat je naar de hoorcolleges gaat, maar dat wil ook zeggen dat je durft in de hoorcolleges je hand opsteken om een vraag te stellen, om een suggestie te doen. Dat wordt altijd met dankbaarheid aanvaard. En de CULAC heeft het voordeel van de wetenschappelijkheid van de KU Leuven te combineren met een kleinere instelling waar begeleiding wat consequenter kan gebeuren door persoonlijk contact, door vertrouwensrelaties, maar ook door het feit dat wij wat betreft onderwijstechnologie toch ook veel inspanningen doen. En tenslotte erop wijzen dat bij de begeleiding van studenten dat het niet alleen gaat om vakinhoudelijke begeleiding waar je vragen kan stellen over globale economie of over wiskunde, maar er is ook plaats voor zogenaamde leerprocesbegeleiding. Dat is, we begeleiden jou bij het verwerven van een studiemethode, van een studieplanning, zodanig dat je niet alleen veel studeert, maar dat je ook leert efficiënt te studeren. Er is ook studieloopbaanbegeleiding, zoals we gezien hebben. En gedurende je opleiding moet je vaak keuzes maken. Wij begeleiden je bij die keuzes. En het kan zelfs gebeuren dat om een of andere reden dat je denkt dat het beter is van opleiding te veranderen, ook daar. Dat behoort tot de studieloopbaanbegeleiding, advies daaromtrent. En tenslotte, maar niet onbelangrijk, er is de ombuds- en vertrouwenspersoon. Wij zijn mensen en we hebben wel eens problemen die niet strikt met studie te maken hebben, maar die wel belang hebben voor de wijze waarop wij kunnen studeren. Die problemen kunnen aangekaart worden bij de ombuds, dat is een vertrouwenspersoon, die kan raad geven of u verwijzen met betrekking tot de specifieke problemen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn, de ombudspersoon wordt vaak een beroep op gedaan gedurende examens, je wordt ziek gedurende de examens. Wat moet er dan gebeuren? Dan ga je niet naar de docenten met dat probleem, maar ga je via de ombuds die dan een oplossing zoekt in samenspraak met de student en in jouw belangen daarbij behartigend. Dit is de te lange slideshow. Ik hoop dat je iets hebt bijgeleerd en dat je wellicht daardoor gemotiveerd bent om de chatsessie van 6 mei door te maken. Ik wens je ondertussen
alle succes en wellicht tot ziens.